Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Poelenburg Vlog. Vandaag hebben wij iets speciaals voor jullie. We gaan namelijk een quiz doen. Anneke gaat mij vragen stellen en ik ga Anneke vragen stellen. En aan het einde hebben we nog 10 vragen voor jullie. En met die 10 vragen kunnen jullie 15% korting winnen op een bosrit of een ander soort buitenrit. Wil je meedoen, dan moet je de antwoorden van de 10 vragen of naar het mailadres van de manege sturen of in de reacties onder deze video laten weten met daarbij je naam, zodat wij weten wie je bent en dan kunnen we volgende week de winnaar bekendmaken. Oké, gaan we lekker beginnen. Jij begint? Ik ga beginnen. Oké, Anneke, wat voor ras is Marilyn? Marilyn, volgens mij is hij een tinker. Ja, volgens mij ook. Wie is jouw lievelingspaard? Mijn lievelingspaard? Nou, ik heb één lievelingspaard, die is helaas al een tijdje overleden. Dat was Suzanne. Mm-hmm. En met Suzanne had ik wel echt een goede klik. Daar was ik heel... Ja, die vond ik... Ik kon alles met haar. Ik vond haar super leuk. En tegenwoordig heb ik een paar verschillende. Ik heb bijvoorbeeld Fico en Jessie met rijden. Ja. En buiten het rijden om is met de knuffelen, Desperado en Jingo. Daar kan ik gewoon uren mee tutten. Dat vind ik heerlijk. Oké, superleuk. Even kijken hoor. Weet jij nog hoe oud Avira is? Daar moet ik even over nadenken. Want we hebben zoveel ponies en paarden met zoveel verschillende leeftijden. Volgens mij is Avira 12 jaar, maar ik durf het niet met 100% zekerheid te zeggen. We hebben er nog voorgesteld, dus anders kan je de video natuurlijk even terugkijken. Ja. Even kijken hoor. Wat voor ras is Zilver? Zilver. Volgens mij is Zilver, als ik het goed zeg, een Wels A-type. Maar ik durf het niet. Wels is sowieso, maar volgens mij is het een A'tje, maar ik weet het niet 100% zeker. Denk ik ook. Ja. Ik denk dat ze te klein is voor een B, dus ik denk wel eens A. Hoeveel ponykampkinderen heb jij begeleid deze zomer? Nou, ik heb sowieso 5 ponykampen gedraaid deze zomer. Ja. Waarvan 3 weken ik er gemiddeld 45 had. Oké. Per week. Dat is echt veel. Dus, en dan, ik heb zelfs 4 weken 45 kinderen gehad gemiddeld. Mm-hmm. En mijn laatste week had ik er 15, denk ik. Dus ik heb er in totaal een kleine 200 kinderen gehad in 5 weken, denk ik. Oh, superleuk. En we hebben 8 weken ponykamp gehad. Dus reken maar uit, het zijn best wel heel veel kinderen geweest. En heel gaaf, ja. En volgende week start de herfstkamp. En volgende week help ik ook weer mee en dan ga ik voornamelijk helpen met het koken, want er komen zo'n 30 kinderen ongeveer en die moeten natuurlijk wel eten. Yeah. En daarnaast ga ik foto's maken, zodat kinderen heel veel herinneringen hebben voor het later. Superleuk. Ja. Ik denk dat ik door mijn vragen heen ben. Nou, dan gaan we jou vragen. Wat voor vragen heb jij voor mij? Nou, dan beginnen we natuurlijk met het allerleukste, breedste paard van de manege. Welk ras is Nico? Nico is een trekpaard, dat weet ik zeker, maar ik weet dan niet zeker of het een Belgisch trekpaard is of een ander soort trekpaard. Ja, volgens mij een Belgisch, maar dat zien we straks. Oké. Nou, hoe lang rij je CISO al? Dat is een hele goede vraag. Ik verzorg CISO al sinds dat ik 13 was. Ja, dat is al een hele tijd geleden. Dat betekent dat ik hem al 11 jaar verzorg. Maar ik heb niet altijd op hem gereden. Ik denk dat ik in 2011 begonnen ben met CISO rijden. En het is nu 2019. Dus dat is al 8 jaar. Dat is een hele lange tijd. Ja. Nou, dan vraag 3. Natuurlijk heb je ook paarden gereden op het strand. En welk paard heb jij altijd op het strand gereden? Ik heb het allermeest op Skippy gereden. Skippy is inmiddels met... Nou ja, niet met pensioen, maar hij rijdt geen strandritten meer. Want Skippy wil altijd het allersnelst zijn. En hij wil het liefst voorop lopen. En sinds de tijd dat dat niet meer lukt, was het niet meer heel leuk voor hem om op strandrit te gaan. Dus nu niet meer. Maar ik reed altijd op Skippy. Ja, nou Skippy is heel leuk. Het is een soort van pre-pensioen. Ja. Wat voor ras is Chica? Dan gaan we weer terug naar de rassen. Ja, want we kregen heel veel vragen over wat voor rassen onze manegepaarden zijn. Dus het leek ons wel leuk om dat dan
in een quizvorm te doen. Wat voor ras is Chica? Chica is een Spaans ras. Ik denk een prey. Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar dat... En dan de laatste vraag die jij ook aan mij hebt gesteld is, wie is jouw lievelingspaard op de manege? Mijn lievelingspaard was altijd Jip, maar Jip is met pensioen gegaan. En misschien inmiddels al overleden, want het is ook al wel best wel lang geleden dat hij met pensioen ging. En nu hou ik van de paarden die wat meer pit hebben. Ik vind bijvoorbeeld El Cobilo heel erg leuk, want die is heel erg eigenwijs soms. Dus dat soort paarden vind ik heel leuk om te rijden. Nou, dat waren dus de vragen die we aan elkaar hebben gesteld. Nu hebben we nog 10 vragen voor jullie. Ja, dus schrijf even mee op je blaadje, pak je blaadje erbij. Of schrijf mee in de comments natuurlijk. Zodat je of kunt reageren in de comments of een mailtje kan sturen naar de manege. Het mailadres zet ik in de beschrijving neer. En degene met het meeste goede antwoorden, die wint. En mochten we meerdere personen hebben, dan gaan we loten. Dus dan de wint er eentje. Ja. En dus doe allemaal mee, roep je vrienden, roep je familie, allemaal op, allemaal te kijken en allemaal mee te doen met de quiz. Want het is wel 15% korting op een buitenrit en het is hier een hele mooie omgeving. Het is natuurlijk super leuk om hier op buitenrit te gaan. Oké, hier komen de 10 vragen die jullie moeten beantwoorden. We gaan om de beurt een vraag stellen en Anneke begint. Welke paarden op de manege, dus zowel de manegepaarden als de eigen paarden, zijn Friese paarden, dus we hebben het ras Fries. Oké, we willen dan weten hoeveel paarden er Fries zijn en we willen ook weten wat hun namen zijn. Wat voor ras is Ruud? Welke pony van de Maleese ponies is het jongste? Hoeveel ponies, manegeponies, zijn er op onze manege? En dan gaat het niet over de paarden, maar alleen over de ponies. Dan een vraag die waarschijnlijk wat lastiger is, maar we hopen dat er goede antwoorden tussen zitten. Ja. Wat voor ras is Senna? Hoeveel instructeurs werken er op zaterdag? Hoe heet het paard van Caroline? Dus het paard wat ze nu heeft. Welk paard is ons alleroudste manegepaard? Hoe heet het eerste veulen van Zilver? En als laatste vraag, hoe heet het eerste veulen van Dublin? Nou, wij zijn heel benieuwd naar jullie antwoorden. En volgende week maken wij de winnaar bekend. Je kan het insturen tot en met vrijdag 25 oktober. En dan maken we in de volgende vlog de winnaar bekend. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te geven. Nou, dan hebben wij ook nog een vraag. Hebben jullie nog een vraag aan ons? Of over de manege? Of hebben jullie nog een onderwerp wat jullie graag willen zien in de video of in de volgende vlog? Laat dan een reactie hieronder achter of mail naar Poelenburg. En wellicht komt jouw onderwerp een keer aan bod. Of beantwoorden we jouw vraag volgende week. Super bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doeg!